Yo, wat van je leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van We Survive, hier op de We Survive server. Op dit moment zijn we samen met Mr. Brick 128 op deze server. Wat gaan wij doen? We hebben dus een diamond pickaxe en een enchantment table vanuit de vorige aflevering. Hebben we ook lapis? Oeh, we hebben een heleboel lapis. Dus we kunnen voor het eerst weer wat gaan enchanten. Ik wil eerst een mooie enchantment ruimte maken. En die enchantment ruimte wil ik het liefst hierin gaan maken. Oké, even kijken. Dan hebben we hier zo. Dit hak ik dus even uit. Dan gaan we een enchantment table van maken. Of een enchantment ruimte van maken. Dus een enchantment table krijgt een eigen ruimte. Ik moet nog voor mij dat 2 verder uitbouwen. Even kijken, zo. Even kijken, dan is hier de boekenkast hier. Dat komt voor mij hier in te staan. Oké, zeg dat hij hier komt staan, zo. Dan moet ik nog eentje breder uitgraven. Aan deze kant of uithaken. Aan deze kant. Want de boekenkasten komen in de toekomst natuurlijk ook mee. Maar die hebben we dus nog niet. Dus dat wordt een beetje... Dat duurt denk ik nog wel even lang voordat wij die boekenkasten kunnen krijgen. En dan moet ik hem eventjes eentje... Het plafond eentje hoger uithakken. Kijk, zo. Nou, perfect. Dus hier komen ook... Hier hoeven geen boekenkasten te staan. Dus... Dit kan ook weg en dat kan ook gewoon van die granite blokken zijn. Zo, nou, dus je moet gewoon voorstellen dat daar boekenkasten staan. Dus zo mooi. Voor nu ga ik even hier wat torches plaatsen. Is dit genoeg qua light level? 10, 9, ja, dat is goed genoeg. Hier spant is niks in. Oké. We hebben dus nu een aantal levels. Ik ga ook een zwaardje maken nu. Heb ik nog een sticks? Hier heb ik een sticks in zitten. 1 stick is genoeg. We gaan dus een diamond zwaard maken. En die ga ik dus proberen... Die gaat dus enchanten. Daar heb ik ook wat lapis voor nodig. Dat is weer iemand anders op hetzelfde moment. Dus we hebben lapis nodig. Diamond zwaard. Ik ga diamond zwaard krijgen. Sharpness 1. Prima. Prima sharpness 1 zwaard. Pickaxe kan ik efficiency 1. Of een breaking 1 krijgen. Gewoon level 1 is goed genoeg. Efficiency 1. Prima. Even kijken. Wat voor mij gaat gevraagd in de chat. Maar hoe kom ik daar? Oké, even vragen hoe ik bij de XP farm kan komen. Dit is mijn portaal. 3, 2, 1. Waar komen we uit, jongens? Please, zeg maar dat wij in ons huis uitkomen. Yes, het klopt. Yes! En als we nu hier instappen, komen we dan ook uit in de Nether? Oké, kom op. Als het goed is, dan... Yes, jongens, het is gelukt. Het is ons gelukt. Oké, dus hier plaats ik even een botje. En... Oké, nou, het bordje kunnen mensen zien dat in mijn portaal is, dat bij mijn huis uitkomt. Nou, dat is eigenlijk heel mooi gedaan, dus. Ik ga mijn portaal in en dan kom ik uit bij mijn huis. Gelukkig. Gelukkig maar. Kijk, daar zijn wij. Nou, dat is gelukkig mooi. Mooi geworden. Oké, ik zie mijn mooie feet staan. Allemaal mooi. Dan gaan we eventjes. Maar ook zoveel eieren bij de kippen. Die gaan we eerst even pakken. Hallo kippen. Ik wil even eieren verzamelen. Ik vind eigenlijk kun je heel weinig doen met eieren. Je kunt een cake maken. In Minecraft, maar... Oké, helemaal niks. Helemaal niks. We gaan even de wheat oogsten. En dan gaan we even de seeds weer planten. De kippen ga ik niet echt bij planten nu. Ik wil eerst deze hele... We kunnen wel even de koeien gaan... breeden. Jij en jij. Maak, baby. Ping, mooi. Dus ik weet niet wat we voor de rest nog gaan doen deze aflevering. We kunnen eigenlijk heel weinig doen. We kunnen een nieuw zwaard gaan maken. Dat gaan we ook doen. Aangezien wat gebeurde in de vorige aflevering. Dus we gaan een nieuw zwaard maken. We hebben nu maar nog 1 diamond over in totaal. Wat dus niet echt heel goed is.
Nee, dus we gaan hierheen. Ik heb natuurlijk wel de lapis nodig. Dat zou heel handig zijn. Lapis 1. Lapis is genoeg, want ik wil level 1 enchant. Sharpness graag. Ja, prima. Sharpness 1. Zwaard erbij. Nice. Aangezien we toch even wachten tot de island klaar is, ga ik even kijken waar heb ik mijn eten gezet. Ik heb hier wat porkchop en wat kip. Dus ik ga hier de nether in. En even kijken. Hier zijn we er net in. Dan gaan we hierin. En dan gaan we eventjes naar... kom op. Yep, dan gaan we even hier naar het... naar de... staartplek. Oh, ik kan hier ook enchanten. Oh, we hebben over dit eens zelf te maken. Hier is een hele enchanting. Oh. Wat we kunnen doen is we kunnen hier... Oh, we kunnen hier misschien een fortje pickaxe maken en zo. Holy shit, dat is eigenlijk goed. Er zitten allemaal stone zwaardjes in. Ik gebruik mijn sharpen zwaard wel gewoon. Dus we gaan hier gewoon een beetje grinden. Ja, en tot we een goede fortje pickaxe of zo hebben. Maar, en we kunnen ook... we gaan levels gewoon gebruik maken om een beetje goede armen en pickaxe te maken. En wanneer ik zoveel mogelijk levels heb, dan kom ik bij jullie terug. En volgens mij moeten dit de laatste paar zombies zijn voor level 30. Krap XP. Ah, oh, echt? Serieus? Nou jongens, ik denk dat we nog eventjes hier moeten wachten. Op 2 of 3 zombies of zo. En dan kunnen wij... Dus we gaan even wachten tot een paar zombies nog naar beneden vallen. En dan gaan we even door. Dan hebben we level 30. En ik heb dit ook gevonden... bij de zombie loot. Het is een... het is leer, maar niet uit. Het is een leather chestplate. Een protection 3, een breaking 3 leather chestplate. En een protection 3, verder falling 4 leather boots. Wanneer de leather boots... Wanneer de leather armor van zombies gewoon zo goed is. Oké, en kill ze. En level 30. Oké, en hop. Oké, daar gaan we. We gaan even een nieuwe item pickaxe halen in ons eigen huis. Ik wil er graag uit. Ja, dank u. Dit blokkeerde we even met glas. Ja, mooi. De plek waar ik door het ging. We gaan terug naar ons portaal. We gaan even een item pickaxe pakken. Eentje die helemaal heel is natuurlijk. En niet... Oeh, het is donker buiten. Het is donker buiten. Oké. Okay. Jij bent goed genoeg. Oh, we kunnen deze pickaxe ook enchanten. Lapis. Prima. Een diamond pickaxe met voorzitter die. Nog beter dan iron. Daar zou ik sowieso voor tekenen. Echt serieus. Oké. Hier naar binnen. Oké. Dus we eigenlijk helemaal geen eigen enchanted symbol. Ja, natuurlijk. Als we een gegeven moment kunnen maken, zou dat beter zijn. Maar we gaan dus deze gebruiken. Die. En kunnen wij level 30? Ja. Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Ik denk het wel. En Silk Touch. Niet slecht. Niet slecht Silk Touch. Niet slecht. Nou, valt mee. Valt mee. Wat ik wel kunnen doen is... We kunnen nog wel langer EFK gaan staan. En wat meer zombie skillen. En hopelijk nog een... nog eentje kunnen enchanten. Ik ga hier nog wel even EFK staan. En dan gaan we ze wel proberen... Weet je wat? Voordat we dat gaan doen. Ik ga terug en kijken of ik hier fortune op kan krijgen. Dus een pickaxe. Als ik dat nu al kan zien. Even kijken, wat krijg ik op deze pickaxe? Weer een efficiency. Nee, ik vind het eerlijk gezegd niet echt nodig. Ik ga terug naar mijn huis. Ik neem ook de iron mee, zodat ik iron armor kan maken. En dat ik daar ook een beetje kan enchanten. Iets, in ieder geval iets hebben. Iets een enchanted armor en spul hebben. En dan gaan we dat ook even enchanten van de rest van de levels die we hebben. Ik had hier iron ingedaan, of niet? Ja, 22 iron. Ik heb 2 iron ingots gekregen van de zombies. Dus laten we even wat armen gaan maken. Even kijken. Armen, prima. Ik wil niet gaan splitsen. Ik wil even die chestplate. Chestplate. Broekje. Oftewel pants. Boots. Dat is een minecart. Ik hoef geen minecart. En een helm. Perfect.
Dus we gaan dit spul ook even enchanten. Gaan we naar level 1 enchanten? Ik denk dat we gewoon level 1 gaan enchanten. Ik denk dat dat gewoon het beste is. Gewoon level 1 enchanten. Ik had het ook in mijn huis kunnen doen, maar... Dan gaan we hier weer naar binnen. En we kijken wat wij kunnen enchanten. Oké. Okay. Prima. Hier is de enchantmentruimte. Chestplate. Wat kunnen we chestplate krijgen? Blast protection. Fire protection. Nee. We kunnen de boots krijgen. Protection 4, maar dat hebben we helaas niet. We kunnen doen gewoon protection 1 doen op de boots. Dan hier. We kunnen het helm krijgen. Protection 2. Oh, vind ik ook goed, vind ik ook goed. Dan protection 1. En protection 2. Prima, maar dan is 21 levels over. Maar we hebben in ieder geval nu wat armen. We hebben ook een ledder armen. Dat kunnen we even achterlaten. Oké, okay, nice. We hebben een hele mooie Sunctor pickaxe. Die kunnen we dus helemaal gaan gebruiken. Wat ik offscreen ga doen, is ik ga nou offscreen, gewoon niet in deze aflevering, maar na de aflevering ga ik dus voor proberen om een iron fortune pickaxe te krijgen, zodat we de volgende aflevering kunnen gaan minen. Met een silk touch hoeven we de fortune niet meer te nemen. En kunnen we gewoon gaan, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon de spul in silk touch, diamonds in silk touch meenemen en in ons eigen huis gaan minen met fortune, zodat we kunnen hem ook niet kwijtraken. Dus dit is het einde van deze aflevering van We Survive. Vond deze aflevering leuk? Laat er natuurlijk een like achter en abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering van We Survive.